Ik heb je laten wachten. Sorry. Hey. Kom. Oh nee, niet hier. Als mijn baas het ziet, dan vlieg ik er meteen uit. Ik mag niet eens een sigaretje roken onder werktijd. Waarom heb je me dan hier laten komen? Ik wil vanavond voor je koken. Bij jou thuis? Het is belangrijk. Nou, had je me er ook even kunnen bellen? Ja, maar dan had ik niet dit kunnen doen. Ik moet weer verder. Dan wacht de cliënt op me, dus vanavond 7:30 bij mij? Ja. Heel anders ingericht dan ik van jou had verwacht. Die meubels. Je kent me pas net een maand. Mm-hmm. Ja. Ik heb nog een verrassing. De afgelopen maand samen met jou, dat is de mooiste ervaring uit mijn hele leven. Emma. Wil je met me trouwen? Wat ik wil, is alles. En alles wat ik geef, is... Ja? Ja, moet dat nu? Wat? Ik heb hier heel slecht bereik. Wacht, ik loop heel even naar buiten. Ja. Ja? Alsjeblieft, ik moet u verzoeken weg te gaan. Nee, ik wacht op mijn man. Die ging even bellen, maar hij is al een uur weg. We moeten in ondertrouw. Ik begrijp niet over wie u het heeft. Iwan, de man die net bij mij was. U was hier alleen. Dat hier, ontbijten. Nee, doe nou ja. Eigen broodje, ik wil niet delen. Broodje. Wat doe je nou? Nou, zie je nou, dat is nou je rotzooi krijgt. Ik leer de jongens delen. Hebben jullie nu ruzie? Gaan jullie naar de advocaat? Nou, soms hebben mensen een beetje hulp nodig. Hè? Net als bij ruzie in de klas. Grote mensen zijn soms net kleine kinderen. Kom op jongens, hup, naar school. Ja, ik wil geen gedoe. Dus een advocaat, dat hoeft niet, hoop ik. Maar ik denk wel dat het goed is om met een mediator te gaan praten. Anders blijven de problemen. Welke problemen? Luister, ik heb geen problemen, hoor. Jij had problemen. Jij wilde het huis uit. Ja, dat was verkeerd. Dat spijt me. Dat heb ik al gezegd. Maar ik weet zeker dat het beste is dat ik gewoon weer terugkom. Voor ons en helemaal voor de jongens. Maar zeg, ga jij nou voor mij bepalen wat het beste voor ons is? Ja, vandaar die mediator. De jongens wachten. Mevrouw, ik heb je toch dat nummer gegeven? Bel het, bel hem. Misschien is er wel wat overkomen. Het nummer bestaat niet. Dat kan niet, ik stond er buiten. Die werd... Wat is haar probleem? Herrie geschopt, in het gemeentehuis. Volgens de bewaker was u daar alleen. Dat is niet waar, ik was met iemand. Iemand heeft haar verloofde ontvoerd, zegt ze. Niemand heeft hem gezien, mevrouw. Hij is naar buiten gegaan omdat hij werd gebeld. En dan zou hij daarna weer terugkomen. Is er al geprobeerd haar verloofde op te sporen? Dat is het grappige. De man met wie ze zou gaan trouwen, bestaat niet. Trouwen met een man die niet bestaat. Dat verzin je toch niet? Ik weet waar die woont.
Alfred, het spijt me dat ik geen beter nieuws te melden heb. Jullie hebben je best gedaan, dus. En nogmaals bedankt, Dennis. En bedankt het hele team namens mij. Zal ik doen. Sterkte. Wat had Alfred Bakker? Hij kwam ons bedanken. Voor het feit dat we de moordenaar van zijn vrouw nog niet gevonden hebben. Zoiets. Terwijl iedereen weet dat die klootzak het zelf gedaan heeft. We zijn hier al een maand mee bezig, Jaap. En we hebben niets gevonden. Helemaal niets. Ja. Ook niet tegen hem. Want hij slim is. Macht, heeft en geld. Nou, hij heeft vooral een ijzersterk alibi. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat hij de schuldige is. En excuus, maar we gaan hier niet meer actief op rechercheren. Felix, we moeten ons beperkte budget nuttig gebruiken. Ja, maar achter onze rug lag die hufter zich een bult. Laat me nog een poging wagen. 48 uur, oké? Okay? En ik wil bewijzen zien en geen gerotzooi. De macht van Bakker die reikt ook heel erg ver. En excuus, ik moet er nu vandoor. Ik moet met Sandra naar de kliniek voor een echo. Voor een echo? Ze is zwanger. Gefeliciteerd, jongen. 48 uur en dan is het sluis. Alfred Bakker. Hij heeft een van de grootste beveiligingsfirma's. Doet Den Haag, als je begrijpt wat ik bedoel. Maand geleden was hij bij een openingstentoonstelling in het gemeentemuseum. Ja, ik ken de zaak. Een dag later werd zijn vrouw dood aangetroffen, 10 kilometer buiten de stad. We weten nu dat ze op het punt van scheiden stonden. Die beveiligingsfirma werd ooit opgericht door zijn schoonvader en staat op naam van zijn vrouw. Dus bij een echtscheiding zou hij alles kwijt zijn geweest. Ja, het lijkt mij een prima motief voor moord. Misschien alibi? Dat is het probleem. Op het tijdstip van de moord was hij in het museum aanwezig. Ik neem aan dat daar beveiligingsbeelden van zijn. Geleverd door zijn eigen firma. De banden worden elke 24 uur gewist. Dus tegen de tijd dat Bakker als verdachte opdook, was er geen beeld meer van de opening. Maar ik heb een huiszoekingsbevel. Gaat Ria ook mee? Dacht het niet. Weet je niet. Kom hier. Wacht nou maar af. Heb je last van je been? Ja. Een paar weken geleden aangereden door een auto. Maar het is niet zo erg hoor. Hier is het. Ja. Kent u een zekere Ivan de Ridder? De Ridder? Nee, dat zegt me niets. Maar dat moet. Ivan, advocaat. Kort gemillimeterd haar. Dit is zijn huis. Nou, dat lijkt me sterk. Ik woon hier. En toch al zeker 20 jaar. We hebben hier donderdag op de bank gezeten. We hebben hier gegeten. Heb je hier ook de nacht doorgebracht? Dat is er niet van gekomen. Ja. Het spijt me echt, maar het kan niet. Waarom niet? Nou, als u hier gegeten had, dan had ik het moeten merken. Ik was namelijk de hele avond thuis. Ja, precies. Mag ik misschien weten wat hier aan de hand is? Spijt me. Ik kon u niet bereiken. Uw huishoudster heeft ons binnengelaten. Om wat te doen? We zoeken aanwijzingen die verband houden met de moord op uw vrouw. En die aanwijzingen denkt u in mijn woning te kunnen vinden? Het zou kunnen dat uw vrouw haar moordenaar kent. En dat hij zijn sporen heeft achtergelaten hier in huis. Het is dan rijkelijk laat. Het is al meer dan een maand geleden gebeurd. We willen ook graag uw auto onderzoeken. Er heeft niemand anders in mijn wagen gereden dan ikzelf. Voor de volledigheid. Het is een formaliteit om het dossier af te kunnen sluiten. Heeft u voor de formaliteit dan misschien ook een huiszoekersbevel? Dat is formeel gesproken verplicht bij dit soort zaken. Ja, dan ga je gang. Haar wel gezien. Dus je bent hier met Ivan geweest? Hij werkt hier. En is er iemand die jullie samen heeft gezien? We stonden daar achter dat muurtje. Hij wilde niet dat zijn baas hem zag. De receptioniste kent jou wel, maar er werkt hier geen Ivan de Ridder. Moet, hij zou er toch niet over liegen? Ja, het zou zoveel makkelijker zijn als er tenminste één getuige was. We kunnen gewoon nu niet zoveel meer voor je doen, Emma. Ik ben toch niet gek? Ja, als je nog iets te binnen schiet, geef hem even een belletje. Ja, maar... Ja, luister, heus, gek is een relatief begrip. Geloof me, wat ik allemaal tegenkom in het werk...
Je geeft me je parkeerkaartje. Oh. Sorry. Met je kaartje niet moeten geven. Geef je toch alleen maar hoop. Nou en? Jij gaf haar toch ook hoop? Ik vind het goed hoor. Beter met haar te scharrelen dan met de vrouw van je baas. Het is uit met mij en Sandra. Het is wel gaaf dat we samen op een zaak zitten. Nou. Ik heb dat dossier nog eens gelezen en ik heb een theorie. Wil je hem horen? Als je het niet heel erg vindt, dan kom ik tussen even doorwerken. Nee hoor, geen probleem. Geen probleem. Luister. Mevrouw Bakker is gevonden in haar avondjurk, toch? Dus zij is natuurlijk met hem meegegaan naar de opening in dat museum. Onderweg kregen ze ruzie. En hij vermoordt haar. En hij verstopt haar in de kofferbak. Want hij moet zo snel mogelijk naar het museum om daar een lintje door te knippen of zoiets. Zodra hij dat heeft gedaan, gaat hij snel weer weg zonder dat iemand hem ziet. En hij dumpt het lijk een paar kilometer verderop. En daarna gaat hij doodleuk weer terug naar het museum. Nou? Goeie plek wel, dit. Dan is deze auto dus plaatselijk? Ja. Zou je die dan alsjeblieft niet willen vervuilen? Ik loop een beetje mijn best te doen om sporen te vinden en jij ligt hier achterin verstoppertje te spelen. Sorry hoor. Wacht even. Hush, kalm. Hé jongens, waar bewaart mama de schaar? Dat jullie niet. Ophouden! Straks springen jullie nog door die bank. Iedereen heeft toch een schaar in huis. Nou, weet je wat? Nog even haaltje. En dan gaan jullie naar bed. Ze willen niet naar bed. Nou, laat jullie vader het maar niet horen. Ah, dan zou je hem hebben. Hallo, ik kom voor Ria. En u bent? Emma, ik ben haar vriendin. Weet u, u mag wel even binnenwachten. En dan vindt u het vast niet erg dat ik even aan de overkant een schaar ga halen. Ik ben zo terug. Oké. Okay. Omdat niemand hem heeft gezien, denkt iedereen dat ik hem heb verzonnen. Behalve jullie moeder. Ik weet zeker dat mama hem vindt. Ik was een keer een raceauto kwijt en mama vond hem. Papa! Papa! Hey! Wat doet u hier? Ik kom voor Ria, omdat zij mij helpt mijn vriend te zoeken. Bent u Emma Huisman? Ja. Die vrouw van die valse vermissing? Het is geen valse vermissing. Okay, jongens, schuif even naar boven. Ik kom zo. U zit in mijn huis op mijn bank met mijn kinderen. En wie heeft u binnengelaten? Die mevrouw van hiernaast. De vrouw van hiernaast. Wat ben jij voor een moeder? Je laat je kinderen achter mij een gek. Mijn moeder is niet gek. Ik heb het over die Emma Huisman. Hè, zit die bij ons thuis? Hoe wist ze waar we wonen? Oh, ik heb hem een kaartje gegeven. Moet je me een kaartje gegeven? Je geeft je kaartje aan een gek. Luister, ze is niet gek. Ze is wanhopig. Maak er niet zo'n drama van. Je kan de kinderen in je eentje niet aan. Oh, is dat het punt dat je wil maken? Kinderen zijn gebaat bij rust, reinheid en regelmaat. En dat begrijp jij niet, Ria. Nee. Jij bent een goede moeder. Sorry, ik had jouw zoons niet mogen opzadelen met mijn problemen. Je hebt een probleem. Man, laat ons even. Nou ja, dat kan ik best vertellen, hoor. Ik ben heel bang dat ik weer voor gek word verklaard. Weer? Net als op de Rietveld. Oh, je bent kunstenaar. Ik schilder. Wat is er toen gebeurd? Hey, en wat schilder je dan? Mam. Portretten of landschapjes? Nee, u moet maar een keer langskomen in de galerie van mijn zus. Daar moet mijn werk. Mam, zo is het genoeg. Doe niet zo bazig, zeg. Mannen vinden dat ook niet leuk. Wat is er toen gebeurd? Ik had een vriendje toen. Of in ieder geval, ik dacht dat ik een vriendje had. Maar in werkelijkheid bestond hij niet. En ik fantaseerde daar graag over. Maar daar kreeg ik toen ruzie mee met mijn huisgenoot. Hoezo? Ik dacht, en dat geloofde ik toen echt, dat zij met hem naar bed ging. Met een vriendje dat niet bestond? Ja. En toen heb ik haar aangevallen met een schildersmes. Oh.
En daarna ben ik een tijdje verplicht opgenomen in een psychiatrische inrichting. Waarom heb je ons dit nooit eerder verteld? Ja, nou, dat begrijp ik best, zeg. Daar ga ik niet meteen mee te koop lopen. We hadden uiteraard ook naar u toe kunnen komen. Te veel politie over de vloer, geen maar praatjes in de buurt. Stelt zeer op prijs. Kunnen we ter zake komen? De moord op uw vrouw roept nog wat vragen op. Ik had toch echt het idee dat de zaak was afgesloten. Er is bloed gevonden in uw auto. En? Het is het uitgewezen dat het bloed overeenkomt met dat van uw vrouw. DNA-onderzoek zal het bevestigen. Vast. En? We willen graag weten hoe dat bloed daar terechtgekomen is. De laatste keer dat mijn vrouw en ik hebben getennist, heeft ze zich gesneden aan een van die blikken met nieuwe ballen. Ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarover jullie mij wilden spreken. Lag die vrouw vaker in de kofferbak? Sorry. Is dat nou een onbenullige vraag? Het bloed is gevonden aan de onderkant van de hoedenplank. Dat is wel een beetje vreemd. Wat u vreemd vindt, meneer, moet u zelf weten. Wat ik vreemd vind, is wat er hier gebeurt. Goeiedag. Hij heeft het gedaan. Ja, maar we hebben iets beters nodig dan een beetje bloed. Anders sluit Felix de zaak definitief. De zaak van Emma werd steeds ingewikkelder. Maar nog niet zo ingewikkeld als de kunst die ze maakt. Nou, ik begrijp het niet helemaal. Vind je het mooi? Ja. Niet iedereen begrijpt mijn werk. Oh, gelukkig. Iedereen heeft zijn eigen associaties. 8,5. 1000? Mijn werk staat in de belangstelling. Wie jullie wil drinken? Ja, van particulieren? En van museum. Er hangen een paar doeken voor mij in het gemeentemuseum. Oh, is dat niet net heropend? Ja. Ik was bij de opening. De volgende dag heb ik Iwan ontmoet. Ah. Oh, toevallig. Nou, de aanleiding was niet zo leuk. Op de avond van de opening werd ik aangereden in het parkeergarage van het museum. En toen heb je je been bezeerd? Ja. Die man die reed met een bloedgang door. En nam niet eens de tijd om de schade op te nemen. Maar dat was dus niet Iwan? Nee, die ontmoette ik de volgende dag op het politiebureau. Toen ik aangifte deed. Ja, hij was daar voor een andere zaak. Die aangifte? Die moet ik nog ergens hebben. Ja. En weer een nieuw verhaal. Wanneer houden we hiermee op? Luister, in ons systeem kunnen we zo nagaan of ze die dag inderdaad aangifte heeft gedaan. En dan? Wat wil dat zeggen over die zogenaamde Iwan? Ria, deze vrouw is in de war. Ze verdient een bakken met geld mee. Laat onze tijd er alsjeblieft niet meer mee verspillen, joh. Ik denk dat ze thuis liggen. Weet je, vergeet. Vergeet deze hele zaak. Succes met je leven. Nee, niet weggaan. We moeten wachten op mijn zus. Ze is onderweg. De galerie is van haar. En zij heeft Iwan ontmoet. Are you comfortable? Yes. Wilt u opstaan, mevrouw? Dit is kunst. Dat is een heleboel geld waard. Pardon. Goodbye. Mag ik jullie voorstellen aan mijn zus? Dit is Melissa. Zij is de enige familie die ik nog heb. En ik zou niet weten wat ik zonder haar moest. U beheert haar werk? Ja, ik ben haar agent en ik verkoop haar werk. Zeg sorry van daarnet hoor, maar ik weet echt helemaal niks van kunst. De enige kunst bij ons thuis is de kalender van Jeroen Grubé. Dit zijn de regisseurs die jou helpen? Zij zijn de enige die mij geloven. Weet je nog de avond van de vernissage? Hier? Vlak voordat jij naar Amerika ging? Ja, tuurlijk, dat herinner ik me nog, ja. Toen was ik met Iwan. Ah, u heeft Iwan gesproken? Nee, ik heb hem niet gesproken. Je zei dat je ons zou voorstellen, maar ik heb hem niet gesproken. Zoals zo vaak. Wat bedoel je? Lief, ik heb je vanochtend aan de telefoon daarom proberen uit te leggen. Jij was inderdaad die avond in de gallery, maar je was alleen. Ik weet zeker dat ik niet alleen was en dat jij met Iwan hebt gesproken. Het spijt me.
Dit is niet de eerste keer dat mijn zus dit overkomt. Schat, Iwan bestaat niet. Nee, dus als u haar wil helpen, ga er dan niet in mee. Dan wordt ze niet beter van. Als ik maar hier gebleven, dan had ik het nooit zo ver laten komen. Kom maar, schat. Ga maar mee. Kom je mee? Het is oké. Okay. Kom maar, schat. Als zelfs haar eigen zus alles ontkent, dan houdt het toch gewoon op. Ja, nou, ik vertrouw die zus niet. We zijn er echt klaar mee. Kom op. Niet zo snel opgeven, Martje. Ja, opschieten. De mediator zit te wachten. Ja, ik zit niet op de mediator te wachten. Luister, kunnen we dit niet gewoon zelf regelen? Ik kan de jongens niet bij Jan en Alleman achterlaten. Ik denk in het belang van de kinderen. Oeh, dacht jij ook in het belang van de kinderen toen je vreemd ging? Dat was een vergissing, dat geef ik toe. Dat zou ik met de kennis van nu anders gedaan hebben. En met de kennis van toen? Ja, weet je wat jouw probleem is? Jij gelooft jezelf niet eens. Rijden we samen? Wat denk je zelf? En dan was er vanmiddag nog de heropening van het gemeentemuseum. Na een renovatie die 2 jaar heeft geduurd, verrichtte de burgemeester de officiële opening. Wat doe je op de kamer van de chef? Ik kijk naar Hart van Nederland. Ah, hartstikke leuk voor je. Kan het niet gewoon thuis doen? Nee hoor. Omdat de beveiligingsbeelden van de opening van het gemeentemuseum zijn gewist, heb ik dit even opgezocht. Ze hadden er een item over. Kijk. En ta-ta-ta-ta, wie hebben we daar? Nou, briljant. Je hebt zojuist bewezen dat Bakker op de opening aanwezig is en dus een perfect alibi heeft. Nee, juist niet. Hier, niet hier. Kijk nou even goed. Kom. Let op. En op. Hij gooit met opzet een glas wijn over zijn hemd. Ik begreep het eerst ook niet, maar denk eens na. Waartoe dient een vlek? Nou, Sietse, ik zou het echt niet weten. Vertel. Om een andere vlek te verbergen, natuurlijk. Snap je nou niet? Hier, kijk, vlak voordat hij de burgemeester een hand moet geven, ontdekt Bakker bloed op zijn overhemd. Hij heeft natuurlijk geen tijd om zijn snor te drukken, maar ja, een glas wijn morsen, oeps, dat kan iedereen natuurlijk overkomen. En door de wijnvlek zie je de bloedvlek niet meer. Et voilà. Nou, ik vind het echt überhaupt al een verrassing dat jij hersenen hebt. En je kunt ze nog gebruiken ook. Jij wil scheiden. Jij wilde het huis uit. Ik doe er alles aan om het weer goed te maken, maar als jij doorzet wil ik wel weten waar de kinderen blijven. Waar ze altijd zijn, gewoon thuis. Ja, dan zijn ze niet veilig. Hoezo niet? Jij kan werk en gezin niet scheiden. Ik kan werk en gezin heel goed scheiden. Dat heb ik namelijk altijd gedaan. Ook toen jij nog thuis woonde. Want toen was jij nooit thuis. Je hebt ze opgeschreven met een gestoorde vrouw. Die vrouw is niet gestoord. Nee, de rest van de wereld is niet goed bij zijn hoofd. Ze heeft een rel geschopt op het stadhuis. Die is knettergek. Het stadhuis. Wat? Dat heb ik over het hoofd gezien. Ria, we zitten bij een mediator. Ja, ga jij toch lekker thee met haar drinken? Meneer en mevrouw, komt Paul? Ik moest terug naar de plek waar Iwan verdween. Het stadhuis. Begin van alle ellende. Nou, voor Emma dan. Ik heb de afgelopen dagen veel kunst gezien, maar dit vind ik echt mooi. Zit u hier vaker? Ik zit hier al 10 jaar. En elke dag? Iedere dag. Dus afgelopen maandag ook. Toen trouwde een vriendin van mij. En ik ben zo benieuwd, misschien heeft u haar ook wel getekend. Ik zal eens kijken voor u. Ja. Dat is een apart geval. Ze had een vriend bij de en die kon me tot zo mooi zingen. En die zong alles wat ik wil is alles. Dat is uit de 3 musketiers. Ja. De mysterieuze Iwan bestaat dus toch. En Emma zou met hem gaan trouwen.
Maar wie zou dat geluk in de weg willen staan? Zou ik deze tekening mogen kopen? Oké, laat Bakker maar komen. Maar in zijn tijd, anders krijg ik last met Felix. En zorg dat het over hem boven water komt. Is goed. Jaap, je moet haar van die zaak afhalen. Wat voor zaak? Voor die zogenaamde vermiste man. Nee, daar heb ik geen tijd voor. Kom. Jongens. Emma is een bekende schilderes. Succesvol. Ze verdient bakken vol met geld. Maar ze wordt volledig gestuurd door de zuster. Ook financieel. Emma doet precies wat zij zegt. En wat dan nog? Als Emma zou trouwen, dan zou zij haar invloed kwijt zijn. Jongens. Dus ze vermoordt hem, laat hem verdwijnen en ze kocht alle getuigen om. Nou ja, zo ongeveer, ja. Zo ongeveer? Ja, het klinkt nog wat onlogisch, maar er moet een verklaring voor zijn. Dat lijkt me wel essentieel, ja. Als jullie mij willen excuseren, ik heb het druk. Dus je haalt haar niet van die zaak af? Nee, natuurlijk niet. Ah, vanwege Bakker. Jij wilt niet dat Ria lastig gaat doen omdat hij connecties heeft op het hoogste niveau. Toch? Is dat zo? Wel, nee. Ik heb lang geleden de illusie laten varen dat ik Ria iets kan verbieden. Ze bepaalt zelf wel of ze achter een gestoorde vrouw blijft staan. Luister, die vrouw is niet gestoord. Ze is in behandeling geweest. Die psychiater heeft haar genezen verklaard. Oh. Wat? Nou, als hij heeft gezegd dat ze genezen is, dan zou hij ook kunnen verklaren dat ze labiel is. Mag ik weten wat de bedoeling is van deze bespreking? Emma, wist je dat je zus met de psychiater bezig is om jou onder curatele te stellen? Ik ben heel druk. Wilt u gaan? We hebben gesproken met de psychiater die u een aantal jaar geleden je zus heeft behandeld. En hij heeft bevestigd dat hij contact heeft gehad met u. U heeft het ziektebeeld van uw zuster met hem besproken. Waarom? Ja, omdat hij zich zorgen maakt. Of omdat u haar op basis van haar psychiatrische verleden handelingsonbekwaam wilde laten verklaren, zodat u haar vermogen kon beheren. Maar dan moest wel even die jongen verdwijnen, toch? Met wie ze op het punt stond te trouwen. Kom op nou, zeg. Wat probeert u hier nou eigenlijk te beweren? Dat ik iemand heb omgebracht? Dit is toch werkelijk van de gekke, dit? Ik heb het u al eens eerder verteld. Die jongen, die bestaat niet. Getuigen kan je omkopen. En zeker met het geld waar je straks over gaat beschikken. Luister eens. Mijn zus die heeft hulp nodig, dat is duidelijk. Maar niet het soort hulp wat u verleent. U wakkert het alleen maar aan. Lieverd, Emma. Ik weet dat het voor jou werkelijkheid is. Dat weet ik. Maar denk nou eens na. Een ridder op het witte paard. Jong, knap, intelligent. Ja, hij kent je maar een paar dagen. Het klinkt als een sprookje. En dat is het ook. En ik zou willen dat het waar was. Maar het is een sprookje. Wat je zelf hebt verzonnen. Ja. Je hoeft toch niemand te verzinnen die van je houdt. Dit mij toch. Hoe lang gaat deze grap duren? Totdat wij de moordenaar van uw vrouw te pakken hebben. En dan val je mij mee lastig. We denken dat u haar heeft vermoord. Lydia. En dat gaan we bewijzen. Ik ben benieuwd. Dit zijn beelden van de opening. Waarom gooit u wijn over uw hemd? Omdat ik rode wijn over mijn hemd heb gemoest. U giet er wit overheen. Ja. Witte wijn over rode wijn, om vlekken te voorkomen. Wij denken dat u dat deed om een bloedvlek te maskeren. Absurd. Dit is het hemd dat u die avond droeg, toch? En naar mijn weten zitten daar geen bloedvlekken op. Daar heeft u helemaal gelijk in. Maar kunt u ons dan ook vertellen waarom er ook geen wijnvlekken op zitten? Omdat dit niet het hemd is dat ik droeg op de avond van de opening. U heeft ons een ander hemd gegeven. Ik was aanwezig op de avond van de opening. Er zijn getuigen van. Deze beelden getuigen ervan. Ik heb een alibi, er is geen enkel bewijs. Ik mag in de verwarring misschien een verkeerd hemd meegegeven hebben, maar ik daag jullie uit om het hemd te vinden waar die zogenaamde bloedvlekken wel op zitten. Prutswerk, Veenstra. Ik heb er geen ander woord voor. Mijn advocaten zijn ingelicht. Vallen jullie mij nog één keer lastig, is het einde carrière.
U kunt gaan. Ik kan gaan? Zo liggen de verhoudingen niet. Ik ga. Nou, moet ik zeker door het stof? Jij gaat op een persconferentie je verontschuldiging aanbieden. Ik moet dus door het stof. Alfred, mijn excuses. Wij proberen ook maar gewoon ons werk te doen. Vind jij niet treurig dat de politie voornamelijk zijn tijd verdoet met het lastigvallen van onschuldige burgers? Of het verlenen van slachtofferhulp, psychiatrische patiënten. Zie je, Felix. Ik denk dat mijn zus gelijk heeft. Ik moet weer in de behandeling, zoals de psychiater zegt. Luister, ik weet dat het moeilijk te bevatten is, maar ik denk dat je zus echt alleen op je geld uit is. Nee, hou op. Echt niet. Het is mijn zus, ze houdt van me. Nee, maar luister naar me. Nee, laat me. Knallen er zo twee auto's op elkaar. Moest ik op de politie wachten als getuige. Nou zeg, konden ze dat nou niet alleen af? En die een die was geloof ik bang dat die andere vandoor ging. Dus ze hadden jou nodig als getuige? Nou, waarom niet? Ik ben een hele goede getuige. Ik ben toch niet gek? Nee. Nee, je bent zeker niet gek. Een getuige. Daar gaat het om. En dit is mijn visie op deze onverkwikkelijke zaak. Volgens mij wordt die gedeeld door alle betrokkenen. Inspecteur. Het zal u allen niet ontgaan zijn dat er tijdens de opschudding na de moord op mevrouw Bakker allerlei geruchten eronder deden. En die geruchten die kloppen allemaal. En dan heb ik het natuurlijk over het gerucht dat de heer Bakker zijn eigen vrouw heeft vermoord. Emma? Is dat een man die jou aanreed in de parking van het gemeentemuseum op de dag van de opening? Ja. Ik was te laat voor de opening. Dus jij kan bevestigen dat Bakker na de opening het museum verliet? Ja. Hier is jullie getuige. Jullie maken je volkomen belachelijk ten overstaan van de hele pers. Deze vrouw is gek en weet niet wat ze zegt. Ja. Dat is wat u iedereen wilde laten geloven, toch? Dat ze gek is, zodat ze niet tegen u kon getuigen. Ik ga niet meer. Vlak voor de opening had u een enorme ruzie met uw vrouw. Geef me de sleutels! Aantrekken, bekhouden. Morgen schop ik je het huis uit. Het is afgelopen. Alles kwijt. En nu wil ik wel een taxi. U had geen tijd om het lichaam van uw vrouw te verstoppen, want u moest op tijd zijn voor de officiële opening. Maar daarna vormde uw aanwezigheid in het museum een perfect alibi. Zonder dat iemand er iets van merkte, verliet u tussendoor het museum. Om alsnog het lichaam van uw vrouw te verbergen. Maar er ging iets mis. En u kon niet stoppen om te kijken hoe het met haar ging, want u had nog een lijk achter in de auto. Mevrouw, legt u mij eens uit. Als ik volgens u de moordenaar ben, waarom zou ik deze dame dan ook niet van het leven beroven? U vermoordde uw vrouw in blinde woede. Tijdens een felle ruzie.
Dat is wel heel iets anders dan iemand in koele bloeden ombrengen. Maar goed, zoals ik al zei, u kon geen risico nemen. Dus u liet haar gangen aangaan. En u stuitte al snel op haar psychiatrische verleden. En op al die vriendjes die ze verzon. En u besloot dat trucje te herhalen. U gaat er wel erg makkelijk vanuit dat ik deze dame ken. Bewijs het maar. Hoe wist u dan dat ze in behandeling is geweest? Vind jij niet treurig dat de politie voornamelijk zijn tijd verdoet? Moet verlenen van slachtofferhulp, psychiatrische patiënten. Dat kon u alleen weten als u in haar verleden heeft zitten vroeten. Nou, maar goed. Zoals ik al zei, u kon geen enkel risico nemen. U huurde een knappe jongen in die zij ontmoette vlak voor het moment dat zij aangifte wilde doen. Hij stelde zich voor als advocaat en bood haar aan om de zaak af te handelen. Wat hij natuurlijk helemaal niet deed. Wat hij wel deed, was haar het hoofd op hol brengen en haar totaal inpalmen. Hij was geen advocaat. En hij woonde ook niet in het huis waar hij haar ontving. Dat huis was trouwens van een oud medewerker van u. Van uw beveiligingsfirma. Hij zat ook in het complot. Er zat nog een stickertje van uw firma naast de bel. Slordig, hoor. Ja. Emma werd langzaam rijp gemaakt voor de grote dag. En toen, op de dag van de ondertrouw, werd Ivan vermoord. Tenminste, ja, dat dacht jij, Emma. Maar in werkelijkheid liep Ivan gewoon weg. Ik hoop dat u bewijs heeft voor deze belachelijke hoeveelheid onzin. Jazeker. Ik kwam op het spoor door de tekenaar bij het stadhuis. Hij tekende Emma met een vriend. Voor het eerst iemand die Emma met een vriend had gezien. Een vriend die van musicals hield. En dat vond ik al heel raar voor een advocaat. En ik dacht al dat ik hem herkende. Hij speelde een paar rolletjes in musicals. En we hebben hem gevonden. Martin? Ivan. Hij heet geen Ivan. Dit is Stijn Vervoort. Het wil maar niet echt lukken als acteur, dus hij kon het geld van meneer Bakker erg goed gebruiken. Wat? Hij zei dat het om een grap ging. Dat het een spel tussen jullie was. En hij betaalde heel erg goed. Ik heb je nooit echt pijn willen doen. Nou, meneer Bakker. Goed dat u de pers hebt uitgenodigd. Kunnen ze meteen uw arrestatie meenemen? Volkomen ridicule verhaal. Ik ben onschuldig. Tuurlijk, meneer Bakker. Arme Emma wilde zo graag geloven in de liefde dat ze er bijna gek van werd. En daar probeerde iedereen van te profiteren. Hé, hey, hoe gaat het? Ja. Ja, dat ik ben belazerd is geen fijn gevoel, maar dat ik niet gek ben is een hele opluchting. En bedankt, hè, dat je altijd in me hebt geloofd. Ja. Echt ontzettend bedankt dat u haar zo geholpen heeft. Echt. Het spijt me dat ik zo aan je getwijfeld heb. Wat ik deed, ik dacht dat het allerbeste was voor jou. Jij dacht dat ik gek was en dat was ik ook, omdat ik jou altijd geloofde. Terwijl jij alleen maar van mij profiteerde. En ik weet heus wel dat je niets van die plannetjes van Alfred Bakker afwist. Maar zodra je zag wat er aan de hand was, zag jij de kans om mij op te laten nemen en geld aan mij te verdienen. Je eigen zus. Nou, jij redt het wel alleen. Nou, gefeliciteerd, Ria. Jij hebt ons voor een enorme blunder behoed. Luister. Er is iets dat ik jou moet vragen. Jij weet dat ik vader word? Ja. Wat blijft er geheim op dit bureau, Felix? Goed. Luister, wat ik je nu ga vertellen... En ik zou graag willen dat dat onder ons bleef. Ja, natuurlijk. Kijk, Sandra is in verwachting, maar het feit is dat ik al jaren... onvruchtbaar ben. Dus je begrijpt dat ik nogal verbaasd was dat Sandra zwanger bleek. Misschien hebben de doktoren zich vergist of... Nee, Sandra heeft mij bedrogen. Ik heb haar mobiel gecheckt. En ik heb ook gezien dat de meeste telefoontjes afkomstig waren vanaf dit bureau. Sandra heeft een minnaar en... Die smeerlap die werkt hier. En als ik weet wie dat is, dan vermoord ik hem.
Maar waarom vertel je mij dit? Nou, omdat jij een hele goede rechercheur bent. En omdat ik wil dat jij mij helpt die ellendeling op te sporen. Ik reken op je. Felix. Ja. Och, nee. Dankjewel, je hebt gewonnen. Gewonnen? Nou, ja, het leven is geen spelletje. En zeker niet wat de kinderen betreft. Het spijt me. Het spijt me dat ik jou een slechte moeder heb genoemd. Ik schiet tekort als echtgenoot, als vader. Ik ben zo bang om jullie te verliezen. Nee, je verliest ons niet. Dat zou je willen.